Brokkop. Professor Brokkop lost problemen op. Brokkop. Professor Brokkop. Blijf niet met je vragen zitten, want er is een man die antwoord heeft. Blijf niet met problemen lopen, want er is een man die alles weet. Hij staat voor iedereen paraat, met zijn op maat gemaakte raad en weet precies waar het op staat. Professor Brokkop lost problemen op. Professor Brokkop. Zit je met je handen in de haren of ben je de klus soms kwijt? Hij verschaft je klare taal, hij verschaft je helderheid. Hij verzaakt geen enkel zaakje, is er iets niet in het haakje, dan stelt hij het aan het kaakje bij een zalig kopje thee. Bij voorkeur met een smaakje. Brokkop lost problemen op. Professor Brokkop. Professor Brokkop. Brokkop. Goeiedag! Maar wat heeft dit te betekenen? Ja, Lola heeft me binnengelaten. Ik had een vraagje. Zijn hier nog problemen om op te lossen? Problemen? Nee, ik heb net problemen opgelost. Er was namelijk een clown bij het circus die was zo verdrietig dat hij zelfs geen glimlach meer op zijn gezicht kon sminken. Circus, hè? Ja. Dat doet mij ergens aan denken. Weet jij nog onze eerste ontmoeting? Nou, dat is te zeggen, nee. Ho. Hallo. Kaartje? Kaartje? Ja, zeker. Tuurlijk heb ik een kaartje. Kijk. Wat? Professioneel probleem oplossen? Ik heb helemaal geen probleem. Oh, geef dat maar weer terug. Ho. Kaartje? U zei net dat u helemaal geen... Entreekaartje? Entreekaartje. Ja, uiteraard. Ja. Zeker. Alsjeblieft. Dank u wel. Met je rare sek. Sorry, zei u iets? Plezierige voorstelling. Dank u wel. Ach ja, dat weet ik nog wel. Oh, en er was ook zo'n prachtige voorstelling van de clown. Weet je dat misschien nog? Nee. Ja, daar hoef ik me niet aan herinnerd te worden. Nee, maar vanaf dat moment ben ik fan van die clown geworden. En dat was het moment dat jij die handtekening kwam vragen. Ja, precies. Ja? Goedendag, ik ben op zoek naar een clown. Ik wil namelijk een fotokaart van hem hebben. Als jij mag, dan haal ik hem. Ja, en dat hoef ik dan weer niet te zien. Dat dacht ik wel. Goeiedag! Wat meneer? Wat doet u nu? Heb je natuurlijk. Vond je dat niet leuk? Ach ja, eigenlijk ook wel. Meneer, ik ben een zeer grote fan van u. Wat was uw naam ook alweer? Wat? Weet je niet wie ik ben? Ik ben zanger met veel noten op mijn zang. Simpelweg omdat ik heel goed zingen kan. Vroeger zong ik altijd het hoogste lied. En iedereen wil net zo goed zijn, maar dat lukt ze lekker niet. Want ik ben artiest, een echte rasartiest. Ik zing de allermooiste liedjes, van heel vrolijk tot heel triest. En de liedjes die ik zing, die raken jullie allemaal. Laat iedereen een toontje lager zingen, internationaal. Thank you.
S'nachts in de lucht zie je geen enkele fonkeling, omdat ik alle sterren van de hemel zie. Dure kostuums zeggen mij niet zoveel, want ik zie er simpel uit, maar heb wel een stem van fluweel. Want ik ben artiest, een echte rasartiest. Ik zing de allermooiste liedjes, van heel vrolijk tot heel triest. En de liedjes die ik zing, die raken jullie allemaal. Laat iedereen een toontje lager zingen, internationaal. Natuurlijk is een gouden plaat een mooie prijs, maar als je zo populair bent als ik, dan draai je dief zelfs grijs. Want ik ben artiest, een echte rasartiest. Ik zing de allermooiste liedjes, van heel vrolijk tot heel triest. En de liedjes die ik zing, die raken jullie allemaal. Laat iedereen een toontje lager zingen, internationaal. Want ik ben artiest, een echte rasartiest. Ik zing de allermooiste liedjes, van heel vrolijk tot heel triest. En de liedjes die ik zing, die raken jullie allemaal. Laat iedereen een toontje lager zingen, internationaal. Want ik ben artiest, een echte rasartiest. Ik zing de allermooiste liedjes, van heel vrolijk tot heel triest. En de liedjes die ik zing, die raken jullie allemaal. Laat iedereen een toontje lager zingen, internationaal. Vader Tromp sprak: het is een bijzondere jongen. En dat is hij. Einde. Inderdaad. En wat hebben we nou geleerd vandaag, artiest? Dat Dick Tromp een bijzondere jongen is. Ook dat. Maar ook dat er problemen zijn om op te lossen en niet om op te zoeken. Daar heeft u groot gelijk in, professor. Ja. Kopje thee? Nou, dat sluit niet af. Maar ook voor jou, artiest. Ook voor jou.